Het weer gaat langzaam naar zwaar bewolkt, maar het regent nog steeds niet, dus we klagen niet. De gids had het al gezegd, we moeten hier op de paadjes blijven. Dus hier gaan we een gijzer bezoeken. De eerste oude uitgewerkte die niet meer spuit en daarna de nieuwe die nu spuit. We staan hier bij de gijzer. Geysir, zoals ik het zeggen. De moeder van alle gijzers, maar niet meer actief. Vroeger werd hij nog geactiveerd met zeep, maar dat is niet meer toegelaten. Wanneer zijn ze ermee gestopt? Deze heet Geysir en die andere heet Strokker. Ja, dat is een gijzer. Hij is even met de aardbeving van 2000 een beetje gaan spuiten, heel kort. Sindsdien is het dit op kookpunt, maar net niet. Dat is kokend aan water. Ja, en behoorlijk wat zwavel. En dat is de actieve gijzer waar we nu naartoe gaan. Je voelt de warmte gewoon, hè? Ja, dat ook. Dat is hem. Dat is een rand van mijn beeld, maar hij is goed. Ja, dat is hem. Ja, hij zit aan de rand van mijn beeld, maar hij is goed. Ja, mooi. Ja, 7 minuten. Paul. Hij begint zo te golven precies. Ja. Oeps. Ja. Oh, dat is een kleine. Maar dat staat er. Oh. Ja, het was inderdaad nog maar even. Hey. Ik was nog maar 1,5 minuut aan het filmen, dus het was nog niet zo lang geleden. Nee. Oké, dat voelt het gat zich. Ik kan ook filmen met een Nikon D90. Schouderstatief, extra zonnekap. Ja. Ja, daar is hij. Oh, kleintje. Oh. Ja, het schijnt dat de grote pas op om het kwartier is. Ja. Mooi. Nee, overal. Ja. Toch een beetje druppeltjes.